Kijk, Van der Ginten was natuurlijk toch een fenomeen. Toch nog even terug naar die tennisbaan. Die kon volstrekt niet tegen zijn verlies. Dus als een bal in was, riep hij uit. En als die uit was, riep hij in. En als die een service moest opvangen en hij miste, riep hij, ik was toch niet klaar. Dus dat was, en dat was natuurlijk als jonge medewerker van zo'n grootheid, was dat toch wel bijzonder om zo ook een mens te leren kennen. En chef Maier die stond dan altijd grappen te maken van, dat ging ook, ik noemde Van der Ginten, die was bevriend met mijn ouders, maar die noemde ik oom Wim. En dan riep chef Maier, goed zo oom Wim. En dat, dus dat was gewoon gek. Ik ben Bas Kortman. Ik ben al een hele lange tijd hoogleraar burgerlijk recht, sinds 1984. En ik ben in Nijmegen gekomen, niet om te studeren, maar om te promoveren. In de tijd dat ik aan het promoveren was, toen was ik ongeveer even oud als de studenten die op de banken zaten. Dat maakte een paar jaar uit. Ik hockeyde ook met mensen die nog op de banken zaten. En daar voelde je meer student dan docent, maar wel ontzettend leuk. En ik heb altijd onderwijs gegeven op een beetje, als je het onaardig wil zeggen, zuigende manier. Maar ik vond het leuk om in groepen, en deed ik zelfs voor colleges, veel vragen te stellen. Hè? Juffrouw met de rode trui, wat is het antwoord hierop? En dan zag je die mensen daarna, die dame dook dan weg, en dan zag je de studenten daarnaast. Die zaten te grinniken en dan zei ik, weet u het dan wel? Hè? En dan, zo gingen we het rijtje af. Wij zaten toen aan de Oranjesingel. Daar zaten we in verschillende panden. Wij zaten Oranjesingel 72. Je had vooral contact met degenen die daar gehuisvest waren. Ik zat helemaal bovenin op een zolderkamertje. Maar we hadden onderling veel contact en veel plezier. En de Karsenboom was het café op loopafstand. Dat werd door sommigen dagelijks bezocht. En een deel daarvan had ook al 's middags behoefte aan een biertje. Maar ook ik kwam daar toch met een zekere regelmaatje. Al dan niet onder leiding van de heer Harry Honné, een beroemdheid. Het huis hiernaast is dus het huis, of was het huis van mijn voorganger Van der Ginten. En het aardige daarvan was dat 10 jaar lang hadden wij vrijwel dagelijks contact over het vak, maar ook over allerlei andere dingen. En sommige mensen zeggen dat ik hard werk, maar volgens mij werkte hij nog veel harder. En ik herinner me nog op tweede kerstdag, 's morgens om 9 uur ging ik de kippen voeren. En toen deed hij zijn balkonkamerdeur open en stapte naar buiten en riep, Bas, heb je het dossier al bekeken? En tweede kerstdag, ja, nee dus. Dat is een mezenpot. Dus dat is een, net zoals je broedkastjes hebt, is dit een mezenpot. Maar het leuke daarvan is, ze zijn al uitgevlogen, maar hier kun je dus inkijken. En met kleinkinderen is dat enig, dan kunnen ze de jonge vogeltjes goed zien. En ieder jaar zit er wel een nest in. Ikzelf, maar er waren ook anderen die ook die overtuiging hadden, maar was er heilig van overtuigd dat het PHO, wat eigenlijk wat onsamenhangende korte cursussen waren, maar dat het PO dat omgevormd moest worden, omdat permanente educatie, dat was toch het idee in die tijd dat opkwam. En we hebben toen gekozen voor samenwerking met de praktijk, dus samenwerking met topmensen uit de advocatuur, het notariaat, de rechterlijke macht. Het ging zo goed met het CPO dat we zelfs daar een leerstoel mee konden financieren. En volgens mij was de eerste leerstoelhouder van het CPO was Pieter Burgs, hoogleraar Romeins recht in Oxford. En dat was een, ik heb naast Van der Ginten, naast Cahen, naast Scheltema, die ik in mijn eerste periode als student en promovendus heb meegemaakt, maar het meeste geleerd van Pieter Burgs. Die wist niet alleen van Romeins recht alles, maar omdat het een Romanist was, kende hij ook het civiele recht van continentaal Europa heel goed.
Fantastische man, veel te jong doodgegaan. Ook hij is geëerd met een eredoctoraat door Nijmegen. Dat is wel aardig. De haan die heeft bij ons meestal wel een naam, de andere niet. En dit is Emmanuel. Emmanuel Macron, dat is zo'n ijdeltuit. Meestal zijn ze electief, maar ik zal even kijken als ik iets los bij gooi. Ze zijn ook wat schuw door de camera, denk ik. Het leuke van die tijd was ook dat, omdat we toch een kleine familie maar waren, om het zo maar te zeggen, ja, contacten heel goed waren. Maar het kwam dus voor dat Van der Grinten mij belde en ik huurde ergens op een buitengoed een benedenverdieping, maar er lag wel een tennisbaan bij. En dan zei die Bas, kan er geen potje getennist worden? En dan werd er midden overdag, werd er met Van der Grinten en Maaier en... Maar ja, voor degenen die de faculteit kennen, Lidie Gordijn, Teun Struiken, dat waren de mensen die daar kwamen tennissen. En dat was gewoon berengezellig. Als ik nou verder kijk, Willy Meijer, die is tegelijkertijd met mij uit Groningen gekomen. Zij was medewerker in Groningen en is hier meteen hoofdmedewerker geworden. Maar dat was natuurlijk een hele bijzondere, hele capabele vrouw. Die gaf onderwijs zonder één dictaat of wat dan ook erbij. Maar het was ook zo dat ze studenten in de hoek zetten. Dus dat kun je helemaal niet voorstellen. Ik weet ook niet hoe ik dat voor elkaar zou krijgen. Want ik denk als ik zou zeggen, ga jij maar eens in de hoek staan. Dat die studenten heel hard zouden beginnen te lachen. Maar bij Willy Meijer lukte dat. Als je onderwijs geeft, dan leer je het vak veel beter dan wanneer je onderwijs tot je neemt. Dus doseren is vooral ook zelf leren. Kijk, het overgrote deel van de juristen die promoveren, die blijven niet in de wetenschap, die gaan de praktijk in. En als je alleen maar aan je proefschrift werkt, dan ben je op een postzegel bezig, tenminste in de meeste gevallen. Dan werk je dus maar op een heel beperkt terrein. En terwijl als je onderwijs geeft, dan moet je door dat hele BW heen. En dat is een groot voordeel, dat merkte ik ook toen ik promoveerde. Toen ben ik daarna de advocatuur in gegaan, maar ik wist van het burgerlijk recht in de breedte veel meer dan al mijn kantoorgenoten in die tijd. Ik heb verschillende andere passies. Eén daarvan wil ik nu wel noemen en dat is dat ik nogal geïnteresseerd ben in kunst. En dan praat je met name over kunst uit de vorige eeuw. En dat heb ik meegekregen, en dat is toch wel bijzonder, van een peettante. Mijn peettante die schilderde zelf heel verdienstelijk, maar die hielp allerlei kunstenaars die in financiële moeilijkheden zaten. En zij zelf was wel bemiddeld en had geen kinderen, dus kon op die manier ook als mecenas voor kunstenaars optreden. En hier achter mij, dit schilderij, dat is het eerste schilderij wat ik zelf heb gekocht in mijn leven. Dikke kwast geschilderd door Willy Bellinfante. En zij maakte ook heel veel academische taferelen, dus je ziet bijvoorbeeld mensen op een receptie van een promotie. Je ziet mensen met een wetboek in de hand. En dat komt omdat haar man was hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Dit is dus het eerste schilderij dat ik in mijn leven heb gekocht. En het vreemde is, dat is een schilderij met taart op de tafel. En ik ben helemaal geen taarteter, maar ik vind het wel een lekker schilderij. En dat is toch een tegenstelling die bijzonder is. Ik ben tot 2001, dacht ik, decaan geweest. Ik ben in 2007 ben ik rector geworden, mei 2007. En na een lange aarzeling. En waarom na een lange aarzeling? Je weet, als je het rectoraat gaat doen, dat je nog maar heel weinig aan je eigenlijke vak kunt doen. En ik heb dat rectoraat achteraf gezien met veel plezier gedaan. Ik heb in het begin geroepen, ik doe het voor maximaal 4 jaar. Dat was de gebruikelijke termijn. En ik heb het uiteindelijk bijna 8 jaar gedaan. Ik heb heel veel geleerd van andere faculteiten. Het is ontzettend leuk om in de keuken van
een FMI, hè, de beta's, te kijken. Het is ontzettend leuk om in het kinderlab van sociale wetenschappen, het babylab, om daar rond te mogen neuzen. Ik heb veel geleerd bij de genezerekken, zei ik altijd, dat je een beetje plagend. Maar als je ziet bijvoorbeeld wat wij op het terrein van in vitro fertilisatie deden en erfelijkheidswetenschappen en dergelijke. Ja, indrukwekkend. En dan zie je dat er heel veel knappe, maar vooral ook heel veel leuke en toegewijde mensen in zijn universiteit rondlopen. Een van de hoogtepunten, ook voor het CPO, was de invoering van het nieuwe BW. En ik heb het altijd een heel bijzonder gevonden dat wij ter gelegenheid van de invoering van het nieuwe BW, en dat trad in werking op 1 januari 1992, maar in Den Haag een enorm congres hebben georganiseerd. Moet je je voorstellen dat die Westerlingen die zagen daar Nijmegen met vele bussen arriveren om daar een congres van volle zaal te organiseren met allemaal topsprekers. Maar dat was niet het hoogtepunt, dat was wetenschappelijk allemaal heel aardig. Maar het hoogtepunt was het feit dat wij in het Kurhaus een nieuw BW-bal hebben georganiseerd. En ik zal nooit vergeten dat ik daar aan dansen was met de directeur van het CPO, met Fien Edingshoven. En dat toen Piet Nederman, de hoge Haagse Piet, die veel gedaan had voor het nieuwe BW, en in de tussentijd volgens mij al in de Hoge Raad zat. Of hij is daarna in de Hoge Raad gekomen. Maar die kwam naar mij toe en die zei: Bas, ik kom jou aftikken. Waarop ik mij omgedraaid heb en heb gezegd: dat doen wij in Nijmegen niet. En heb ik vrolijk doorgedanst.